Nu ligt de horeca helemaal stil, dus dan vindt het zijn weg niet. Bijna de helft van het vlees, dat wordt nu niet verkocht. En dat wordt nu ingevroren. Daardoor blijft dat vlees nog steeds goed. Kan het later verkocht worden, maar dan is wel de hele markt verstoord. Omdat we continu wel kalver hebben die ver genoeg zijn om geslacht te worden voor kalfsvlees. In eerste instantie proberen wij de business as usual door te laten gaan. Ondanks dat een groot deel van de productie dus niet zijn weg kan vinden naar de consument. Wij proberen de business door te laten gaan door toch de beesten, de dieren te blijven slachten en te blijven produceren. We doen dat op dit moment zodanig dat we een klein beetje flexibiliteit gebruiken bij het wat door laten groeien, iets ouder laten worden van de dieren, dat kan. Mm-hmm. En we doen dat ook door die productie waar we voor op dit moment geen afzet hebben, voor eigen rekening, op te slaan. Maar daar zijn grenzen aan. En ja, als die grenzen bereikt zijn, dan zullen wij dus wat minder dieren gaan slachten van de bedrijven. En dat zal problemen gaan geven. Als je bijvoorbeeld nu een kalf had die 100, 120 euro bracht, die kan me zo nu 40 euro opbrengen. Of zelfs lager. Het ligt heel erg aan het type kalf. Ja, dat is enorm. En dat dier is natuurlijk zelf wel meer waard, maar er is geen geld om het te betalen. Hoe graag je het zelf ook wil, maar als je je rekeningen niet kan betalen, ja, dan wordt het echt uitdagend. Maar dierenwelzijn heb ik nog van geen kalfhouder begrepen en dat zien we eigenlijk ook nog niet aankomen, gelukkig. Die rundvleesmarkt is ook een vrij nauwe markt. Consumptie en een productie. We hebben ook steeds meer import van rundvlees van buiten Europa, dus die markt staat ook al een tijdje onder druk. Dus die rundvleesmarkt staat niet te wachten op meer rundvlees. Mm-hmm. Dus die kalfvleesmarkt is ook heel belangrijk om die rundvleesmarkt te balanceren, in evenwicht te houden. Dat we hopen dat er ook wat extra ruimte in de markt zit om die producten die in de voorraden zitten dan vanwege de particuliere opslag gedurende 4 maanden, om die af te zetten. En een van de mogelijkheden die wij ook zien is export buiten Europa. Maar je kan je voorstellen dat als het straks weer losgaat, dat de horeca niet gelijk helemaal losgaat. En als die weer vlees gaat afnemen, dan hebben we eigenlijk vers vlees, wat van de kalverhouderijen afkomt. Maar we hebben ook ingevroren vlees, wat net zo goed is, maar wat wel een keer eruit moet. Want dat is niet altijd houdbaar. Dus we hebben en de coronacrisis en na de coronacrisis misschien wel dezelfde tijd nodig om daar weer vanaf te komen. Ja, dat geeft wel aan dat we hier voorlopig nog niet klaar mee zijn.